Nog 3 weken en dan is het carnaval. Hoe onze provincie toeleeft naar dit feest, ziet u in Van Kakkerschat tot Duvelshemel. En vandaag zijn we in Knotsenburg, Nijmegen. Maar waar komt die naam vandaan? Ik heb niks met carnaval, meneer. Nee, echt niet. Dus ik ga u er ook niks over zeggen, want ik vind dat ik er dan gewoon een oordeel over moet hebben. Ik zou het niet weten, ik weet alleen dat het carnaval Nijmegen-Knotsenburg heet. Dat heeft met carnaval te maken, vermoedelijk, hè? Ja, en zelfs hier, in Nijmegen. Bestaand fort van de stelling Nijmegen. Nou, het zal wel iets met Batavieren te maken hebben, bijvoorbeeld, knotsen, ja. Ik heb geen idee. Nee, ik ben niet zo carnavalesk. Nee, jij? Geen idee. Knotsenburg, nou, Batavieren. Romeinen. Strijd tussen Batavieren en Romeinen hier gevoerd. Ooit. Nou, dat zit er niet ver naast. Knotsenburg is de grootste carnavalstad van Gelderland. Knotsenburg is eigenlijk een scheldnaam. In 1566 zijn er katholieken geweest, gewapend met knotsen, die alle protestanten de stad uitgeknotst hebben. In de jaren daarna vierde de katholieken het knotsenfeest. De knots werd geëerd. Door deze geschiedenis werd het Nijmeegse volk onlosmakelijk verbonden met de knots. Knotskerk, die knotsenburgers. Of niet dan? Knotsenburg. Knotskerk. Wekelijks volgen we 3 verenigingen tijdens de bouw van hun praalwagen. Vorige week ging de eerste wagen in Klarenbeek naar buiten. Deze week is de beurt aan Stokkum. Daar gaan ze voor het eerst testen. Een secuur klusje. Er wordt straks een meter gelift. En dat is de positie waar we mee rijden in de optocht. Maar dat kan in de schuur kan dat niet, want de schuur is maar 4 meter. En de wagen wordt dadelijk 4,50 meter. Het gekke is, die wagen die groeit iedere dag. Elk jaar weer. We hebben aan de bovenkant denk ik 5 centimeter en aan de beide zijkanten ook. Dus. Wachten! Nee, gewoon draaien. Andersom sturen. Nu gaan we even de maten nemen, want er moeten nog een paar stangen door voor de wagenlopers met touwen. Er komen straks 2 fietsers aan de buitenkant. Wat is hier? Die zorgen voor de aandrijving van de zeppelin. Het grootste probleem wat de jongens hebben, is als ze onderweg een sanitaire stop moeten maken. Dan hebben ze een probleem. Want ze kunnen er niet af 3 uur lang. En nou blijft hij binnen tot de carnaval. Hij komt niet meer naar buiten. We weten dat alles werkt, dus het blijft zo. In Stokkum wordt hard gewerkt door de mannen. Maar onderschat ook de dames in Beek niet. Daar zijn ze druk met de kostuums. Want wat is een praalwagen zonder mooie kleding? We hebben een groepsapp. En dan zien wij de ontwikkelingen van de wagen op de bouwplaats. En de heren zien de ontwikkelingen van de kostuums. We hebben zeker wat in te brengen. Want we gaan altijd bij het ledenontbijt in oktober gaan we met elkaar bepalen wat het thema wordt van de wagen. En daarbij draaien mijn radertjes meteen van nou, welk kostuum past daar dan bij. Dus er zijn wel bepaalde voorkeuren en afkeuren. Ja. Als wij besluiten als kostuumcommissie om een masker op te zetten, dan wordt dat niet zo geaccepteerd. Nee, want dat is niet zo handig met bier drinken. We hebben iets bedacht wat eigenlijk voor professionals bedoeld is. Hè, dames? Dus we voelen ons straks heel trots in onze prachtige middeleeuwse jurken. Ja, of vind je dit niet recht genoeg? Jawel, het is helemaal prima. Oh. En dan kun je de ijzers erin doen. Ja. En dan kun je deze kant dichtmaken. Mark, mijn man, die is nu prins dit jaar.
en zijn wel trots op. Maar hij is tegelijkertijd voorzitter van carnavalsvereniging Macht door de Beugel. We hebben de moeder van Mark zitten, die geeft ons alle instructies. Want die is ervaren coupeuse, dus die is heel handig. Rijken, kijk dan, dit is het idee. Het moet nog geperfectioneerd worden, hè? Maar dit idee. En dan komt hier dan weer een strook aan en dan krijg je echt een bovenstukje. Heel mooi. Na 8 jaar kinderoptocht mogen we zeggen dat deze kwalitatief en kwantitatief wel de beste was. Bij deze spreek ik ook hoop en vertrouwen uit dat deze groei zo mag doorgaan. En mocht dan eens na een x-aantal jaar deze film nog eens gedraaid worden, men dan zegt, we hebben de optocht nu toch nog groter gemaakt dan in 1980, dan wil ik u zeggen dat we er in februari 80 apentrots op waren dit te hebben kunnen organiseren. Kinderoptochten en kindercarnaval bestaan nog steeds. Hier op deze beelden uit Hengelo Gelderland zijn ze maar wat trots op hun kinderoptocht. Ook in Gent werd er eind jaren 70 op de lagere school flink uitgepakt tijdens carnaval. Ook in Pannerden wisten ze begin jaren 70 de jeugd te enthousiasmeren. Daar maakten de kinderen eigen karretjes voor de optocht. Ja, ik ben nu aan de beurt, dus nu even stil. Even goed luisteren. Het is echt zo, ik denk elke dag aan carnaval. Ik droom er zelfs van. Om creatief bezig te zijn, om samen bezig te zijn. Naar een climax werken, naar een eindproduct. Hoe kunnen we het cultuur goed overdragen? Volgens mij hebben we daar de sleutel tot de toekomst gevonden. Carnaval is meer dan harde muziek en feestende mensen. En dat wil Edwin van Onna overbrengen aan de jeugd. Hij ontwikkelde er zelfs een lespakket voor. Carnaval is kunst. Zo probeert hij jongeren enthousiast te krijgen voor dit cultureel erfgoed. Het mooie van het begrip kunst is, niemand kan eigenlijk precies vertellen wat kunst is. Kunst is iets unieks. Kunst is iets bijzonders. En kunst laat mensen anders kijken naar hetgeen wat je maakt. En volgens mij doen we dat ook met carnaval. Carnaval is eigenlijk een deel van mijn leven. Ja, een heel groot deel van mijn leven. Ik vind het geweldig. Vanaf, ik denk mijn vierde jaar, ging ik met mijn ouders meedoen aan de optocht. En ja goed, ik ben 49, word dit jaar 50. Dus dat betekent dat ik dit jaar voor de 45e keer ongeveer meedoe. Je kunt het nooit alleen doen. Ja, iets bijzonders maken samen met je vrienden. Hè? De een kan goed lassen, de andere kan goed stickeren, de volgende kan weer goed organiseren en zorgt ervoor dat de hapjes en de drankjes er zijn. Dat maakt dat het zo eigenlijk heel erg mooi is en bijzonder is. Carnaval is een cultuurgoed, net als schuttersfeest en zo, dat speelt hier ook nog wel een redelijke rol. Dat zijn allemaal van die dingen die streekgebonden zijn en die wel maken dat je met z'n allen iets leuks kunt maken en een dorp levendig kunt houden. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, het wordt moeilijker, denk ik, om het cultuurgoed carnaval echt goed door te geven. Ik merk wel dat we als volwassenen, om het echt door te geven, wel wat actiever moeten zijn. En dan lukt het ook wel. Dan lukt het ook wel. Want het is nogmaals iets prachtigs, omdat je met z'n allen iets leuks kunt bouwen. Het is vooral idealisme en ik vind het super gaaf. En ik vind vooral heel erg mooi dat je kinderen enthousiast kunt maken en dat ze heel erg iets samen kunnen hebben. De eerste keer was dus een algemene les over carnaval en over waar het vandaan komt en de tradities van carnaval. En de tweede keer zijn we gaan ontwerpen, tekenen en een onderwerp bedenken. Persoonlijk, dit vind ik een hele leuke les, maar misschien vind ik de allerleukste les wel het inkleuren, het verven. We zijn vorige week geëindigd zeg maar, met dat we allemaal tekeningen hadden gemaakt en dat we samen zeg maar, even hebben overlegd van wat gaat het nou worden? Wat ging het ook alweer worden? Trommelparade. Ja, een tamboerkorps, hè? Een trommelparade. Jullie worden allemaal tamboers. Ja? Als je zo gaat zitten, dan kunnen jullie met z'n allen eraan werken. Oké, luister goed. Luister goed. Ja, ik wil even wat vertellen, daarna kunnen jullie samen kletsen.
Papier scheuren doe ik één keer voor, want als je papier te weinig hebt, moet je bijscheuren. En dan ga je het niet als een propje eromheen doen, maar gecontroleerd, zeg maar. En desnoods scheur je hem nog kleiner, zo eroverheen leggen. Dat vind ik echt heel stoer, dit. Toen ik een klein ventje was, dan wilde ik dat ook al. En nu kun je dat doorgeven. En de cultuurgoed carnaval, want dat is het, doorgeven aan de volgende generatie. En dat ze allemaal meedoen en allemaal enthousiast zijn, dat, ja, dat maakt me super trots. Volgende week, een nieuwe naam, een nieuwe plaats en een nieuw verhaal. Tot dan. Alaaf.